We zijn in Hommersom beland, meer bepaald bij Meek Bams. Bams van? Bamsfit. <laughs> Meek Bams, Bamsfit. Wat houdt dat precies in? Um, ik geef groepslessen en ik heb een online concept. En die groepslessen in welke sporten? Um... Um, wij geven groepslessen BBB, Bootycamp, Powerwalk en Run. En wat houdt dat precies in, de BBB? Is dat buikbillenborsten? Of... Nee. Uh, buik willen benen. <laughs> dus uh, dat is eigenlijk een uurtje um, dat, is, uh, dat je gewoon met je matje er staat, miniband altijd meenemen. En uh, dan is het 40 seconden oefening, 20 seconden rust. En dan blokjes van 10 minuten met daarom ook een beetje rust. Uh, en op eigen tempo sporten. Een hele belangrijke. Ja, jij bent een van de weinige ondernemers, denk ik, die tevreden is geweest met de corona-periode. Ja, klopt. Ik ben corona heel dankbaar. Ja. <laughs> um, ik heb daardoor een online-concept, de 10-minuten sporten per dag. Uh, allee, is daardoor goed gegroeid op Instagram. Uh, dus ik ben, het, allee, ik ben er wel blij op. <laughs> en wat versta je onder goed groeien op Instagram? Uh, ja, ik heb er toch wel wat volgers bij gekregen. Plus de heel veel mensen die ook de 10-minuten zo ontdekt hebben. Uh, en, het allerbelangrijkste, ik heb daardoor heel veel. Uh, mensen aansporten gekregen en zeker in corona, en dat is ook mijn doel. En die 10-minuutjes die lopen nu ook nog altijd? Ja, klopt, die lopen nu ook nog. <laughs> en de groepslessen die um, doorgaan, dat is op verschillende plaatsen? Ja, wij geven uh, nu uh, recent zijn we pas gestart hier in Wommersom, uh, in Landen geven we ook, in Gladbeek en in Tiene. Ja. Waarom ben je eigenlijk uh, met dit concept gestart? het team online programma of de groep Mie, Ja, Miek... Uh, um, van Bamsfit. Ja, van Bam Bamsfit. Voilà, ja, um, ja. Omdat ik zelf... Allee, het uiteindelijke doel van Bamsfit is dat ik uh, iedereen wil motiveren om te sporten. Dat is keihard ons doel, van mij en mijn team. Um, dus daarom ook de 10 minuutjes. En de groepsessen. En wij hameren ook heel hard op sporten op eigen tempo. Omdat wij heel hard geloven. En dat is ook echt zo. Dat je het op die manier echt ook volhoudt. Um, dus ik wou mensen motiveren om te sporten. Ik ben ook LO-leerkracht. Um, en ik ben zo begonnen in school. Uh, na de uren. Um, om dan uh, groepsessen te geven. En dan is dat zo uiteindelijk gegroeid. Groepsessen, tien minuutjes. Maar altijd met de visie van. Ik wil mensen motiveren om te sporten. En dat ze het volhouden. En hoe doe je dat dan? Um, door het dingen te hebben van sporten op eigen tempo. We, de mensen die naar de lessen komen en online, die weten, als het niet gaat bij andere, bij andere lessen of andere... Ja, ergens anders, ja. uh, kan het zijn dat ze, dat ze zeggen: Oh, kom, we gaan nu laten afzien en we gaan, eh, je gaat hier buiten komen en je gaat stiekem kapot zijn. Maar dat is niet wat ik wil doen. Je moet luisteren naar je lichaam. Uh, je moet echt sporten op je eigen tempo. Lukt het niet? Bij de groepsessen ook. Zetten ze dus een even neer. Alles we in, uit, hup. En als het terug gaat, doen ze weer mee. En gedoe. We hebben ook altijd makkelijkere oefeningen. Echt, je moet luisteren naar je lichaam. En ook, het komt puur en alleen voor jezelf. Je hebt je niet te bewijzen aan iemand. Je moet het echt voor jezelf doen. En op die manier houdt je het ook keertvol. Hoe ziet de Het is nog een, een jonge onderneming. Hoe ziet de toekomst er voor BAMS FIT uit? Heb je nog plannen? Um, ik heb pas een nieuw concept um, uitgebracht, de Power I Start To Power Run. Uh, dus ook om mensen te motiveren om te lopen. Uh, want ik kreeg elke zomer wel vragen, Miek, ik wil starten met lopen, maar hoe doe ik dat? Dus uh, voilà, ik heb een nieuw programma um, even geleden um, uitgebracht. En dat is een Start To Run, maar dan gecombineerd met oefeningen. Ook weer om het voor iedereen haalbaar te maken... Die oefeningen ertussen zorgen ervoor dat je even op adem kunt komen. Ook weer de makkelijkere oefeningen. En dan kun je weer verder met lopen. En tot nu toe heb ik ook al meer dan 100 vrouwen die eraan begonnen zijn. En die waarbij het supergoed lukt. Die misschien al langer hadden opgegeven bij een gewone starttour. Um, dus ik heb zo nog wel ideeën voor de toekomst. En ik hoop dat er nog veel komen. Ja, Ik, ik hoor je spreken over uh, vrouwen. Hoe zit het met de mannen? Ja, de mannen raken niet tot bij mij. <laughs> ze zijn altijd welkom. Uh, ze pakken er soms hun vriendjes mee of hun mannen mee. Maar dat gebeurt zelden, maar ze zijn altijd welkom. Online heb ik er wel een paar. Ja. Maar tijdens de groepsessen, ik denk dat ze niet durven. Ja, ik denk dat dat nogthans heel interessant kan zijn voor een man als je dan tussen al die vrouwen zit. Ja, dat klopt. Maar ja, ik denk, ik denk dat ze, dat ze schrik hebben dat ze minder gaan kunnen als de vrouwen. Ja. Ik denk dat daaraan ligt. Um, mensen die nu geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan uh, uw lessen, waar kunnen die u dan vinden? Op Instagram, maar onder ja. welke naam en heb je een website? Ja, ze kunnen uh, mij vinden op uh, Instagram, BAMSFIT of MiekBAMS. Uh, Facebook hebben we ook BAMSFIT, maar die is niet altijd even up to date en dan de website www.bamswit.be en ze mogen mij altijd mailen team@bamswit.be maar via Instagram ben ik redelijk actief dus dan mag langs daar. Oké okay, Miek dan uh, wil ik je bedanken voor dit interview en dan ja. wens ik je nog veel succes. Dank je wel.